concentreren. Als die valt, ga je terug naar het begin, dat weet je, hè? Maar dat is... Ja, terug naar het begin, Hester. Ja. Rustig aan, je hebt nog dik 30 seconden. Vooral goed meegaan met de zonnestraal. Doe vooral rustig, Hester. En weer terug naar het begin. Oké. Je hebt nog dik 20 seconden. Kom op. En hou hem voor op die vork, hè. Dat is belangrijk. Want achter wordt hij een stukje breder. Je moet dat kunnen realiseren, Hester. Ja! Goed gedaan! Hoi! Ga lekker staan weer. Ik zal, dames en heren, voor u thuis de kreet niet herhalen die Hester gebruikte voor dit spel. Maar ze vond het moeilijk genoeg, dat kunt u voor me aannemen. Wat is de vakantiegeldstand tot op dit moment? Die gaan we bekendmaken, dat geld krijgen ze ook mee. En dan natuurlijk gaan we op voor die laatste deur, hè, want die bepaalt of je naar de finale gaat, ja of nee. Hester en José scoren in deze ronde 400 piek. En Anneke en Derkje doen dat ook. En dat betekent dus lekker geld mee naar huis. Vakantiegeld voor Anneke en Derkje 650 gulden. En Hester en José nemen mee 850 piek. Yo! Iets hoger, Hester en José. Dat betekent dus ook dat jullie één goed antwoord hoeven te geven. En Anneke en Derkje twee goede antwoorden. Kom op, ik wens jullie alle vier heel veel sterkte. Hoe heet de bekendste toeristische streek in Portugal? Hester slaat op die knop. Algarve. Algarve is een goed antwoord. Maar. Wij zijn er nog niet. Want nu gaan we de laatste deur openen. Dat gebeurt in ieder geval. En dan ga ik de opdracht uitleggen. En dan pas ga je bepalen of je hem zelf speelt of dat je hem laat spelen. Mag ik zien, wie zit er in deur 103? En ik had u al iets gezegd. Over paaseitjes. Ja! Goedenavond. Hi, leuk dat je er bent. De opdracht die alles te maken heeft met paasen. Wij hebben hier voor jullie neergezet 6 enorme eierdoppen. Met daarin, ik tel zelf verkeerd, zegt, zijn er 5 natuurlijk. Zijn er 5. Ik denk, oh, het zijn er 6. Nee, het zijn er 5. 5 enorme eierdoppen. Met daarin 5 eieren. Daarbij staan 5 pompen, fietspompen. Wat is nu de bedoeling? Als je zo meteen met die fietspomp op en neer gaat, dan komt er een haas omhoog uit het ei. En op het moment dat die op een bepaald niveau is, gaat er vuurwerk af. Als het vuurwerk afgaat, ga je pas naar het volgende eitje. Binnen de minuut moet ik 5 keer vuurwerk zien en 5 hazen. Lukt je dat, Hester en José? Luister goed, dan ga je naar de finale. Maar je mag nu nog zeggen, we laten dat door Anneke en Derkje doen. En geloof me, het is niet licht. Het is zwaar werk. Wat doen jullie? We doen het. Jullie doen het zelf. Jullie gaan dat zelf spelen. Kom erbij. Jullie gaan zelf spelen voor een eventuele finale plaats. Ga bij de buitenste pomp staan, alsjeblieft. Alle twee. Maak er een echte strijd van. Op het moment dat ik start zeg, ga je snel heen en weer pompen. En nogmaals, je gaat naar het volgende ei als het vuurwerk knalt. Of dat je een teken krijgt. Kan jij dat schijnen? Het gaat om een finale plaats. Het gaat om 5 eieren. Het is Pasen en jullie tijd gaat nu in. Ga je gang. Goed pompen, hè? Goed doorpompen, kom op. Naar de volgende. Goed doorpompen. Kom door. Kom door. Ga naar de volgende, kom op. Oké, ga door. Tempo. Alsjeblieft, het zijn nog 10 seconden. Dit is niet te geloven. Kom erbij. Anneke en Derkje, kom hier staan, Hester. Je armen. Ja, ik had je gewaarschuwd, dit was zo zwaar. En er staat een paashaantje en die zakt alweer helemaal naar beneden, dat zie je. Dat is een hele zware klus. Ik geloof nog 2 seconden of zo.
Maar in ieder geval een finale plaats voor jullie. Op de kade zometeen bij de ballenbak voor de droomcruise. En dat wordt weer een hele zware opdracht. Maar ga eerst maar even lekker met Danette uitrusten. He? Ik zie jullie zometeen. José en Hester, onze finale kandidaten. Lieve Anneke. En lieve Derkje. Zo gaat dat in het spel en zo gaat dat in de onvoorspelbare Holiday Show. Maar ik hoop natuurlijk ook weer dat ik jullie die prachtige vakantie kan geven. Die reis naar Spanje en dat we straks tegen elkaar kunnen zeggen... Olé! Hè? Juist. Olé. Maar daar moet je even iets voor doen. Dat komt zo meteen. Ik ga je eerst even laten zien en horen wat je kunt winnen. Een holiday om het warm van te krijgen. Een volle week naar Los Pelones aan de Costa Calida in Spanje. 7 dagen in een schitterende bungalow met alle denkbare luxe faciliteiten. U mag daar van ons golven, u mag tennissen of gewoon zalig niets doen. De